Goeie. Normaal wijze hebben we Sinterklaas al lang weer vergeten wat we dwaande binnen de crisis bij hem moeten klaren. Maar nog niet. Een groep lieu die het haar journalist nemen onder de naam Pauwnet, die kregen we beelig, doet het Amelanders Sinterklaas filmje gewoon. Amelanders willen net filmen worden, wil ze verklaard omrennen en ze noemen een hoes in doeken van een borrel ofzo. Tradities met hillig, zeker van hechte meerskippen. Ik schaam je mee dat ik mezelf 50 jaar lang en zijn allemaal nog wel eens journalist neemt haar. Ik had het nooit bezocht ene dat we net komen mochten dat wel te bezieken. Nou ja, één keer een beetje. Naar Gano, bij de winterspelen. Daar mocht ik als verslagjouwer net bij het hele reis komen. Maar ik weet dat ik wel al wat sloegstem heen ging. Ik kreeg een poerbeste verhouding met die Japanse starter. Want bij elke goede start kreeg hij een hand van mij. En ik help pas de microfoon te vastgeven toen de Strik Dien weer en Gianni Romme interviewde in zijn ereronde naar die fantastische size 25. Toen ben ik mij wat true geweld afvierd door de Japanse stewards. Journalisten tussen aanhalingstekens, die eerst een periode gaan dat ze al je moderne dingen en tradities ophingen gewoon. Verbale strijd. Maar nou is het, film je. Ik had de meesten dat net willen. Krijg een soort soks wichtig wezen. Kan het mij wat schelen dat ze met een pinkster op skier en wanneer in een koor ophingen? Kan het mij wat schelen dat ze wat ze Sinterklaas doen op het Ameland doen? En ik heb al 100 tradities betekend die tot dit soort saneemde journalistiek van de Jochterwest ha of zelfs opdoek binnen. Ach. Een paar Amelanders in haar nocht van die altijd wat pregnante pauwnetleur en die treur wat hudder als dat de Japanners dienen. Ze willen niet naar waskouwen. En dan wil ze genoeg opname heen, dat is maar trokken. Passenvrijheid, prima. Maar net van dit soort zaken. Journalisten mag net de hele wraad van Lietse meerskippen trok was worden. Het is onnozel en onterjochte dat het journalistenbond nou een congres over passenvrijheid op Ameland opzetten zal. Het zou volle verstandiger wijze om in de journalistenopleiding het woord traditie maar eens uit te lezen.